allemaal. Het dicté van vandaag. De volgende 5 woorden. Het eerste woord dat jullie gaan schrijven is het woord de relatie. De relatie. Schrijf maar op. De relatie. Relatie is een klankgroepenwoord. De eerste klankgroep is re. Betekent lange klank. Dus ik neem een stukje weg. La. Hetzelfde. Ik hoor een lange klank. Dus ik haal een stukje weg. Relatie is ook een politiewoord. Ik hoor si, maar ik schrijf ti. De relatie. Volgende woord voor jullie is het woord het cadeau. Het cadeau. Het cadeau. Cadeau is een colawoord. Ik hoor een k, maar ik schrijf een c. Cadeau is een klankgroepenwoord. Cadeau. Ik hoor een lange klank, dus ik neem een stukje van de a weg. En cadeau, heel logisch, is een cadeauwoord. Dat schrijf je natuurlijk met de e, a, e. Het cadeau. Gaan we naar het volgende woord. Het volgende woord is Chinezen. Chinezen. Schrijf maar op. Chinezen. Chinezen begint met een hoofdletter en het is een chefwoord. Dus je hoort sje, maar je schrijft een ch. Chinezen. Is een kilowoord. Ik hoor een i, maar ik schrijf een i. Chinese. De klankgroep is nee. Ik neem een stukje van de e weg. Se schrijf ik gewoon zoals het hoort. Chinese. Volgende woord voor jullie. Is alweer het ene laatste woord van vandaag. Dat is het woord kritisch. Kritisch. Schrijf maar op. Kritisch. Kritisch is een kilowoord. Kri, ik hoor een i, maar ik schrijf een i. Kritisch is ook een tropisch woord. Dus aan het eind hoor ik het niet, maar ik schrijf een s-c-h. Kritisch. Het laatste woord voor vandaag is het woord creatief. Creatief. Schrijf maar op. En creatief is een cola-woord. Ik hoor een k, maar ik schrijf een c. Daarnaast is het ook een klankgroepenwoord. De eerste klankgroep is kre. Oh, even terug. Kre. Ik hoor een e aan het einde van de klankgroep. Dat is een lange klank, dus ik haal een stukje weg. Kre. A. Hé, de a is ook een klankgroep. De a is een lange klank, staat aan het eind van de klankgroep, dus ik haal een stukje weg. Creatief. Tief schrijf ik zoals het hoort. Kijk even naar de f achteraan, dat het de goede is. Kijk alle woordjes nog even na. Er zaten best een paar moeilijke tussen. En als je hebt nagekeken, mag je het filmpje uitzetten. Tot de volgende keer.